Hallo, mijn naam is Koen. Welkom in de Haan Motorsport Werkplaats. En in deze serie nemen we jullie mee in de bouw van onze circuitauto, genaamd V124. Nu het subframe definitief in de auto zit, is het tijd om ons te richten op de motor en de versnellingsbak. We gebruiken natuurlijk de 2.4 uit de Volvo V50, die standaard voorwiel aangedreven is. De Cadet is standaard achterwiel aangedreven. We moeten dus daar dingen aanpassen om dat passen te krijgen. Daarvoor gebruiken we deze M90 bak uit een Volvo 960. Volvo gebruikt het zogenaamde Volvo modulair systeem. Dit betekent dat alle motorblokken en versnellingsbakken op elkaar passen. We hebben ze net de versnellingsbak al even gepast. Op zich passen alle boutgaten prima, dus dat is fijn. Het enige probleem wat wij hebben is de as van de versnellingsbak een andere diameter heeft dan de koppeling op het motorblok. De oplossing daarvoor is een andere koppeling en door het Volvo modulair systeem past die ook gewoon op ons motorblok. Zoals je ziet past deze 5-cilinder nooit zonder aanpassingen in de Cadet. Daarom zijn we van plan het voorste deel weg te halen. Daardoor kan de blok verder naar beneden en is er meer ruimte voor een radiateur. Ook zullen we de tunnel moeten aanpassen zodat de grote versnellingsbak die erin komt erin past. Het is zover. We hebben het blok op de definitieve plek in de auto. Het zit nu ongeveer laag genoeg en ook ver genoeg naar achter. We hebben een groot stuk van de firewall eruit moeten slijpen. En daarom is er nu voldoende ruimte ook voor de radiateur. Wel zien we dat het originele inlaatspruitstuk te hoog gaat zijn, waardoor de motorkap niet meer dicht kan. Daarnaast zijn deze inlaten redelijk restrictief, wat natuurlijk niet goed is voor het vermogen. We gaan deze daarom vervangen voor een inlaatspruitstuk en gasklephuis van een Volvo 850. Deze inlaat en gasklep zijn gepoord om de efficiëntie nog verder te verhogen. Wanneer je een spruitstuk van het blok afhaalt, is het een goed idee om deze af te dichten met wat papier om te voorkomen dat hier vuil in komt. Door deze keuze gaan we ook van een elektrisch gestuurde gasklep naar een kabelgestuurde gasklep, wat veel uitmaakt voor de ECU die we gaan gebruiken. Hoewel er nog een andere flange op het inlaatspruitstuk moet, weten we nu wel dat de motorkap dicht kan. En weten we ook de definitieve plaats van de motor en is het dus tijd voor de motorsteunen. Omdat we de motor een kwartslag gedraaid hebben, kunnen we geen gebruik meer maken van de originele motorophangingspunten. Gelukkig zitten er aan beide kanten van de motor andere boutgaten waar we de motorsteunen kunnen bevestigen. Hiervoor maken we eerst een template van karton voordat we deze van staal maken. We gebruiken polyurethaan mast- en X5 motorsteunen omdat deze passen op het subframe en steviger zijn dan de rubber varianten. Nu de motor definitief vastzit aan het subframe, is het tijd om de versnellingsbak te gaan bevestigen. We kunnen hiervoor een steun van een Volvo 960 kopen en deze aanpassen, maar het is eigenlijk net zo makkelijk om er zelf eentje te maken. We gaan hiervoor het rubber gebruiken van een BMW 325D, omdat deze ongeveer hetzelfde vermogen levert als onze motor. Deze zal bevestigd worden aan een steun die we tussen de chassisbalken van de Cadet gaan lassen. I would wait forever, baby, to get your loving charms and have you in my arms. I would wait forever, baby, to get your loving charms and have you in my arms. I would wait forever, baby, to get your loving charms and have you in my arms. Voor de steun- en bevestigingsbalken gebruiken we 3 mm kokerstaal. En omdat we de vloer zo plat mogelijk willen houden, wordt de steun pas op hoogte gebracht rondom de versnellingsbak.
Hiervoor houden we het meeste ruimte om later de Sparkle kuipstoelen te kunnen plaatsen. De bevestigingsbalken zullen ook aan de vloer moeten worden gelast, maar hier zit nog 53 jaar oude geluidsdemping opgeplakt en dit wil er niet gemakkelijk af. Om dit gemakkelijker te kunnen verwijderen, bevriezen we dit door middel van droogijs van min 79 graden. Het is noodzakelijk om hiervoor handschoenen te gebruiken om brandwonden te voorkomen. Zodra het dempingsmateriaal bevroren is, slaan we dit eruit met een hamer en beitel en slijpen we de restjes schoon. Nu we alles op zijn plek hebben, gebruiken we een digitale gradometer om zeker te weten dat alles recht is. Daarna puntlassen we de balken vast en meten we dit nogmaals na. Daarna lassen we de balken door. In de volgende aflevering gaan we ons richten op het achterste subframe en de wielophanging, zodat de auto weer op zijn eigen banden kan staan. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit leuk en wil je op de hoogte blijven van dit project? Vergeet dan niet te abonneren. Geef deze video ook even een duimpje, daar help je ons enorm mee. En wil je op de hoogte blijven van onze andere werkzaamheden en projecten? Volg ons dan ook even op Instagram.